Ja, beter. Schatje, kom. En ik ben weer thuis. Goedemorgen. Mila is naar de opvang. Lisa is onderweg. Max heeft vandaag een soort operatie ding aan zijn hand. We gaan even naar het ziekenhuis. Als hij klaar is. En vandaag... Lekkere dag om aan de slag te gaan. Het wordt 27 graden. Oep, ik ga mijn lange linnenbroek wisselen voor mijn korte linnen zo. Hey guys. Morgen lingerie shoot. Moet ik zelf ruilen of vanavond? Ja, vanavond denk ik. Hoop voor de best. Alicia komt zo werken. Ik weet om wat dingen doen. Ik wil wat dingetjes uitzoeken. Wat op de laptop werken. That kind of stuff. En ik wilde jullie wat vragen. Wat vinden jullie eigenlijk de leukste vlogshots? Want ik doe nu steeds dat ik 's ochtends zeg maar film zonder geluid. Of zeg maar zonder intro eerst. Dat vind ik zelf namelijk heel leuk om te zien met vlogs. Maar ik ben gewoon benieuwd. Wat vinden jullie leuker? De ochtendshots? Door de dag? In de avond? Ik weet statistisch wat jullie het leukst vinden. Ik weet heel goed dat jullie het leuk vinden statistisch. Dat is namelijk... heel grappig om te zien. Maar statistisch wat men zegt. Allerleukst vindt als je met vrienden samen dingen doet en zo. En ja, dat is ook heel leuk om te zien. Alleen ik heb de situatie dat er wel heel veel soort van gerold wordt door vrienden en zo. Dus ik ben heel voorzichtig met vrienden en sociale situaties en gesprekken en dat soort dingen filmen. Ik doe het wel hoor, maar ik bedoel meer, ja, tegenwoordig minder dan vroeger. Maar ik weet dat mensen dat het allerleukst vinden. Maar dat is meer zeg maar een soort van type vlogcontent. Ik vind het ook leuk om te zien in groepen en zo. En hoe mensen met komen gaan. Maar wat vinden jullie van elkaar? Vind je een ochtend leuk? Vind je de avond leuk? Ik vind het namelijk best leuk om het voor het slapen nog best wel lang te kletsen. Maar ik weet helemaal niet of mensen het leuk vinden eigenlijk. Ah, no idea. Vinden jullie nu kletsen leuker? Ik weet dat workshots worden ook gewaardeerd. Dus dat je gewoon vertelt over werk en dat laat zien en zo. Food doet ze ook altijd goed. Recept is ook wat goed. Je ziet het in vlogs. Of dat zie ik in de statistieken. Maar ik ben heel benieuwd qua gevoel dat je denkt. Nou, daar word ik dan blij van om dat te zien. Dus laat het even weten. Ik ben gewoon heel benieuwd. Kijk wat eruit komt. Zo, ja. Laten we beginnen met de dag. Het is korte broeken weer. Oh my god. Even. Hallo. The shoes. Nee. Perfect. Yay. Pre-photoshoot lunch. Half avocado. Ik heb hier eitjes. Ik denk dat ik er 2 doe. Tomaatjes, limoensap in plaats van zout. Ja. Zo. Tadaa. Gratia post mij net. Wat een goede foto. Ik ken deze foto niet eens. Welk event was dit? En de make-up vind ik ook best leuk zitten. Maar ik weet echt niet wanneer dit is. Ik zit echt te denken. Wat? Die groene jurk. Ik heb die gewoon. Waarom heb ik niet gestoomd? Maar oké. Ik heb die jurk nog niet zo lang. Maar ik kan me niet herinneren welk event dit is. Is dit voor Goud Zuid? Misschien voor Goud Zuid. Oh, nice. Ik ga heel even mijn sieraden uitzoeken. Wat ik hou aan die, het is namelijk chaos in mijn sieradenkast. Ik ga dat even nu doen. En dan ga ik in mijn organized planner. Ga ik alles eventjes opschrijven. Hoe, wat, waar. Ik ben alle sieraadjes en dit soort dingen aan het doen. Gewoon van die chunky dingen. En zo. En het, ja, Gregor heeft een soort van self-care day op het moment. Die is heavy met zijn therapie dingen bezig en zo. Dus als je die iets minder beeld ziet, dan weet je waarom dat is. Ja, die doet echt goed zijn best. Die is echt zo trots op mij. Hij is echt zo hard aan zichzelf aan het werk. Maar dat, ja, je ziet dat niet per se heel veel terug naar vlogs. Maar weet dat dat gaande is. Oh, mijn nippelcovers. Mijn zilveren nippelcovers. En mijn Viva 400 ring. Oh, heerlijk. Zal ik deze weer eens gaan dragen? Ik vind dit echt... Dit is een... Een van de eerste dingen die ik ooit kocht van Louis Vuitton, armband. Wat denken jullie? Jee of nee? Dit is toch wel ook een beetje een soort... Mag ik wel leuk zo. Zal ik hem weer dragen? Oh. Ja, ik hou hem op. Oké, jongens. Amicia is naar huis. Ik heb morgen de lingerie shoot. En ik had een lingerie die ik gedragen had op zaterdag. En die zou ik graag mee willen nemen naar de shoot. Ik denk dat dat dan ook wordt, zo'n body. Maar die was dus niet meegegaan in de was. Waar ik op zich blij mee ben, want ik was liever lingerie met de hand. Dus dat heb ik nu gedaan. Maar het is best wel nat. Ik had het natuurlijk beter drogen buiten. Maar ja, alle buren zitten buiten. Het is best wel... Ja, het is gewoon echt zo'n lingerie ding, weet je wel. Dus ik ga nu aan die wipstoel hangen. Daarachter. Gewoon op dat rekje. Ik denk dat dat... Dan droogt hij toch wel? Nee, denk ik niet. Kijk, maar... worst case kan ik hem feunen. Maar liever heb ik hem gewoon aan de lucht dan. Ja. Ja, vind je het ook niet?
Of ik had gewoon zondag om het te gaan moeten wassen. De sleutel, die heb ik hier liggen. Ik zie een stukje al even. Wisten jullie? Nee, ik ga niet zeggen van, maar hij is zo takkenveel afgevallen. Dat is echt... Ja. Als... Omdat ik gewoon geen honger had. Nou, ik wou net zeggen. Het is ook echt zo van, is het dan op een goede manier? Ja, weet ik niet. Weet ik eigenlijk ook niet. Wel elke dag een beetje gelopen natuurlijk. Ja, je hebt veel gelopen. Ja, veel. Nou ja. Zoveel als dat ik kan. Letterlijk staat letterlijk een kliek op Mila te wachten tot ze komt. Sorry. Oh, het is zo schattig als kindjes elkaar ophalen. Oké. Wij zijn even naar de supermarkt gegaan. Mila ging halen. Zo. Ik ga even snel koken. Ga lekker naar buiten? Ja. Neem maar. Ik ben Ella ook. Mag? Fruitjes, toetjes. Mama. Ja, schat. Mag ik zitten met dit? Ja, dat is goed. Ik was Mila in bad aan het doen en die zei, mag ik milkshake? Ja, dat is bij ons dus letterlijk sorbet. En dan zet je mijn milkshake stand, zo lekker, die creamy. Dus ik dacht ineens, hey, kijk eens bij de, ik ren even naar beneden. Ik doe die stukken watermelon die we over hebben. En die ga ik even stampen en dat wordt dan de sorbet voor morgen. Ik heb eigenlijk een soort, is er een mini, hoe heet dat, aardappelstampertje. Want ik doe nu dit. Maar eigenlijk ook een soort aardappelstamper die dit zo. Ja? In de watermeloen bedoel je? Die vis ik wel uit. Ja, doe ik. Oh jongens, ik snack nog deze bitjes. Lekker op tijd in bed. Het is mijn 10 uur geweest. Ja, half over. Maar om 1 uur mijn shoot. Ik denk wel dat ik even moet zelfruilen ook. Weet je wat ik dus doe? Ik scrub dus nu elke dag. Ik douche sowieso elke dag, elke ochtend. Ik heb iets nieuws. Ik scrub elke ochtend. Want ik heb van die bultjes, van die keratosis bultjes. Mijn hele leven al, weet je, van die rode bultjes. En dat schijnt dus dat dat is omdat je dan je huid niet goed loslaat of zo. Echt 1 op de 3 mensen heeft het. Dus ik dacht, wat nou als ik gewoon elke dag ga scrubben? Ik heb sowieso best wel een uitgebreide routine op dit moment voor mijn lichaam. Ik heb scrub, ik doe babyolie als ik nat ben, ik doe bodylotion, ik doe poeder, ik feun. Nou echt gewoon, ik weet niet of je er een video van wil of zo, kan ik dat wel delen. Maar ik voel me wel echt fresher dan ooit. Ik ben sowieso van dagelijks douchen. Kort maar krachtig. Niet, ik sta niet een uur onder de douche veel, maar ik ben echt mijn routine. Ik ben gewoon helemaal silky, powdery, alles. Maar ik scrub nu ook nog. Dus ik vraag me af of ik dan nu voor de zelfverbruiker ook nog moet scrubben. Want ik heb het idee dat mijn huid echt glowier dan ooit is. Want ik gewoon, en met zo'n doek scrub ik dan. Laat een pitje bouwen. Doen of niet. Ja, of knal ik gewoon de zelfbruiner erop. Morgen shoot. Hoe zitten mijn benen? Ze zitten al scheren. Nou, misschien toch even douchen en scheren. En dan zelfbruiner. Ik denk het wel eigenlijk. Het enige waar ik een beetje van baal is mijn uitgroei. Maar dat... Dat soort dingen kan ik echt niet timen. Ik ga 1 keer in de 6 weken. En nog, het komt het net nu uit dat Jet heb ik geloof ik over 2 weken staan. Want mijn haar groeit heel snel. Dus ik zie grijze uitgroei. Niet ideaal, maar ja. Ik moet Jet altijd 4 maanden van tevoren boeken. Anders heb ik geen plek bij haar. Ja, gaan we doen. Scheren. Scripje, scheer, zelfbruinertje. 1 uur shoot. Mila is thuis. Kijk weer met Mila. Trouwens ook weer zoiets. Ik heb dus een lingerie shoot. Hè? Voor dat is echt, ik heb nooit van mijn leven een lingerie shoot gehad. Maar ik vind hun lingerie item gewoon echt vet. Met gewoon real bodies en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, als ik het doe, dan wil ik het op zo'n manier. Oh maar. Ik zeg maar. Oké. Ik stop even met eten. Ik zag mijn voorbeelden. En iedereen. Ik in mijn hoofd heb ik lingerie. Ik heb Angel Provocateur lingerie en dat soort dingen. Wat ik voor mezelf heb gekocht. Omdat ik het mooi vind en zo. Maar ik kijk zo naar hun item terug. En ik zie mensen echt in vet coole patta ondergoed. Maar echt meer een beetje van die bedekte ondergoed. Ik heb alleen maar dingen waar die helemaal doorzichtig zijn. Maar echt gewoon. Nee.
Die kant zie je niet echt in mijn vlogs. Maar zeg maar, ik heb wel... Ik heb echt zo'n echt badass sexy lingerie die ik draag. Ik heb niks wat niet bedekt is, zeg maar. Of nee, wat bedekt is. Dus ik zat in gun. Zouden jullie van die nippelcovers mee kunnen nemen? Want het is zeg maar... Ik had even niet door dat ik alleen maar zo'n lingerie had. Maar ja, goed. Mag. Mag. Maar ja, dat is ineens van holy crap. Ik laat trouwens ook even mijn tables zien. Dat is ook niet echt iets wat ik op mijn to-do-list had staan per se of zo. Maar ik moet even kijken. Ik ben niet heel pruits of zo. Maar het is meer een soort van gevoelsding als iedereen op de foto gaat met hele degelijke ondergoed. En dan kom ik daar met mijn... Hi! Look at me. Oh, die roze is ook van onder best wel heel doorzichtig. Oh, ik moet even serieus trouwens goed scheren. Ik heb wel geschoren, maar ik moet zeker douchen en scheren even. Oké, ik ga dat even doen allemaal. Voordat ik trouwens onder mezelf ruim zit, ga ik dus laten zien wat ik meeneem. Hij is trouwens goed gedroogd buiten. Yes! Deze Agent Provocateur, die is zo, zo mooi. Echt love. Deze Agent Provocateur, wederom doorzichtig. Maar goed, ik kan niet geloven dat ik dit nu laat zien. Maar ja, weet je. I mean, op een gegeven moment dacht ik, ik moet mezelf ook verwennen met dit soort mooie dingen. Ik bedoel, ik draag het mooi, ik voel me sexy erin en zo. Deze was Kim's. Dat onderbroekje zit wel heel raar. Die heb ik nog nooit eigenlijk gedragen naar buiten. BH wel, maar dit is zeg maar een setje. Maar die is semi-degelijk, maar het onderbroekje zit heel gek. En ik dacht, ik neem gewoon echt een super normale BH mee die zo is. En dan doe ik een onderbroek erbij en twee strings. Gewoon zwart, zwart, zwart. Als ik echt denk van, nou, dit is hem niet met doorzichtig. Dan denk ik dat het eerder zoiets wordt. Maar ik neig heel erg naar die body. Want daar voel ik me echt ongelooflijk zelfverzekerd in. En sexy. Die dekt mijn buik. Weet je wel. Je ziet wel. Je ziet absoluut huid. En een beetje wel de curves. Maar gewoon op de goede manier. En ik vind. Ja. Ik wil dat ook op zich laten zien met mijn lichaam. Want ja. Ik ben ook gewoon niet een size S. En ik heb een appelfiguur. En daar mag je ook zeker lingerie in dragen. En je sexy erin voelen. Dus vandaar. Oké. Nu ga ik echt scheren, douchen en alles. Zelfruimte zit erop. Ik heb gedoucht, ik heb gescrubbed, ik heb geschoren. Ik ga de vlog afsluiten. Ik zie jullie morgen wel. Trusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.